Goedemorgen. Vandaag is een keer een praatvideo. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Zal ik waarschijnlijk ook niet zo heel vaak gaan doen. Maar vandaag is het een keer rustig genoeg dat het wel kan. Meestal doe ik mijn video's 's avonds, als de kinderen op bed liggen. Zodra ze maar weer op praten, dan komen ze natuurlijk weer kijken. Van, wat is mama nou weer aan het doen? Dus normaal is het met de muziekje en de tekst. Vandaag is een keertje praten. Vandaag een stapel met alle binnengekomen post in december. En dat was heel veel. Natuurlijk kerst en de verjaardag van Eliza. Een aantal kaarten laat ik jullie niet zien, omdat daar foto's op staan. Dus, hè, dat is privé, dus dat doe ik niet. Maar deze kunnen allemaal wel. Kijk gerust mee. Ik begin eerst met allemaal vrienden- en familiekaarten. En verenigingen. Deze. Zo'n lieve hond. Nog een mooie kerstkaart. Allemaal van familie. Oh, glitters. Degene die mij op Instagram volgen, zullen we gezien hebben dat Eliza voor de verjaardag glitters heeft gekregen. Alles in huis zit onder. Verschrikkelijk. Ik haat glitter. Behalve als het op kaartjes zit, dan was het leuk. Allemaal met goud. Zo leuk. Deze is van een vriendinnetje van Eliza, van haar ouders. Allemaal van vrienden. Ondertussen is de kat naast me komen zitten. Deze vind ik zo mooi. Ik kan het niet goed zien, maar stom ligt hier, allemaal glittertjes. Dit is een stapel kaarten met vanuit straat. Dit is een kaart dus van een ouder koppel hier in de straat, waarvan ik ieder jaar een zelfgemaakt kaartje krijg. Altijd embossed. Meestal is het een enkele en nu toevallig een keer een dubbele en aan de achterkant geschreven. Super lief. Ik maak zelf altijd voor heel de straat kaarten. Een aantal in de straat zijn moslim, dus daar gaan natuurlijk geen kerstkaarten naartoe. Maar dan ook nieuwjaarskaarten. En van één kregen we dit jaar ook een kerstkaartje terug. En van een andere kwam met een doos chocola brengen. Ik krijg ook ieder jaar met een doos chocola. Super lief. En al deze kerstkaarten gaan niet in de vuilnisbak, maar alles wordt bewaard in de mappen van Eliza met haar kaarten. Zij spaart ze allemaal. Ik mag ze ook niet hergebruiken, mag er niet mee knutselen, ze wil alles bewaren. En dan nog een stapeltje van Instagram of YouTube volgers. Deze zelfgemaakte shakerkaart van René Lewis. Deze is van Lisette. Post van Liz op Instagram. Instagram, sorry. Ik met mijn breda's. Deze is van Desiree. Daisy's Cards World. Angels Postcrossing, Angelique. En het laatste kerstkaartje is van Amanda, Dutch Sneeuwmail. En het laatste stapeltje kaartjes zijn kaartjes die Eliza heeft gekregen. Nou, dat zijn kerstkaartjes en natuurlijk wat verjaardagskaartjes. Kerstkaartje van een klasgenootje van haar. Deze ook van de allerbeste vriendin. Deze is van de juffen. En deze is ook van een klasgenootje. En een verjaardagskaartje.
gemaakt door haar tantes. Even zo. De binnenkant is ook heel erg tof. Daar was ze heel blij mee. Ja, en de laatste met glitters. Die is ze van opa en oma gekregen. Zo, genoeg kaartjes om in haar map te gaan doen. Poes komt ook even kijken. Nogal een reden dat ik normaal geen spraakvideo's doe. Ja, vrij goed. Nou, doei, tot de volgende keer.